zit nu in de auto met Diede en Andy en Robin. Hallo. Wij zijn namelijk onderweg, ook nog met twee andere auto's, die rijden nu voor ons, naar Hamburg. En wij gaan namelijk een air badminton toernooi spelen. De Active City Arena. Active City Arena, daar gaan we dus naartoe. Het is 2 dagen, het is vandaag maandag 4 juli. Dus we gaan daar met een team, een Nederlands team naartoe. Imke en Wessel die zijn ook onderweg. Zo meteen rechts rijden. Maar dan vanuit Zwitserland zijn ze gekomen. Dus die meeten we daar. Maar we gaan nu een lange trip naar Hamburg rijden. En we hebben er zin in. Air badminton is eigenlijk de buitensport van het badminton, zou ik zeggen. Dus je kan het soort vergelijken met volleybal en beachvolleybal. Je speelt buiten in een zandbak. Je speelt ook met een andere shuttle, iets zwaardere shuttle, waardoor je iets minder last hebt van de wind. Je hebt ook een dead zone en je moet achter een bepaalde lijn serveren, dus het is wel iets anders dan badminton. Maar het lijkt toch wel op badminton, want je speelt wel gewoon met een racket en een shuttle. En de shuttles. Oké, okay, daar gaan we. Hey. Over 800 meter. Links aanhouden. Yes, sir. Ah. Okay. Dit is alles van de dames. Alright. Forever Better contains recycled material. Oké. Hoe kent jij S? S, ja. Kijk in. Tada! Turn around, please. Yes. Zie je nog een kaarsje ergens, maar... Ja, maakt niet uit. Boys. Rondje. Beetje strak, maar wel lopen. Ja, natuurlijk, hè. Mams. Zonnebril. Must have, want hè. Anders kunnen we straks niet zien. Ja. zonnebrand. Ja, got it. Oké. Okay. Wat moesten we nog mee? Ja, slippers, ook mee. Ja, ik zie het. Racket, ja. Wat nog meer? Water, water. Active City Arena. Arena. This is Germany. Ik heb nog nooit echt in het zand gespeeld. Dus ik ben benieuwd hoe zwaar dat gaat zijn. Want je zakt natuurlijk wel een beetje weg, dus je kan ook niet echt springen of jump smash doen of wat dan ook. En elke keer afzetten terwijl je een beetje wegzakt. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat zijn allemaal. Er staat wel een beetje wind. Dus daar moeten we gewoon mee leren te spelen. En dan gaan we zien hoe het gaat. Dus zo direct na team 2 spelen. Dus we spelen eerst eentje tegen op Hamburg op België. En dan wachten we ronde en dan de ja. Dus. Oké, okay, ik ben benieuwd. Ja. Dat wordt onze eerste wedstrijd. Ja, we hebben de opstelling net doorgegeven. Ja. Muntje. Ja, die succes. En de andere kant die. Oké. Okay. Dit is een mooie munt. Dit is een mooie munt. Speciaal gekocht. Het is de tekst. Sorry. Het is de tekst. Mag jij beginnen? Zeg het maar. Mixed triples met 2 dames. De dames triple beginnen we mee? Oké. Dan doen we daarna de dames dubbel. Als je nog Nederlands kan, ja, tuurlijk eigenlijk wel. Ik praat bijna nooit in Nederland. Ik ben een half Duitser. Nee toch? Oké, je bent dus coach voor Duitsland, voor Hamburg. Voor Hamburg, ja. Oké, hoe dan? Ja, ik weet niet. Ik
ben hier nu al 4 jaar trainer. Hoe valt het? Ja, gaat wel. En wat vind je van air badminton? Ja, het is wel leuk eigenlijk. Eerst dacht ik dus niet zo leuk, want ik heb wel eens air badminton in de hal hebben we dan gespeeld met de shuttles. Ja. Maar de buiten is wel leuk. In de vrije lucht en op zand en zo. Ja. Dat is wel gaaf. Dus je ziet er wel toekomst in. Ja. Als die wind een beetje te controleren is en zo, dan is het zeker wel leuk. Ja, oké. En Jedi doet ook mee? Ja, als reserve. Bijna iedereen is bij ons al op vakantie. Oké. Ja. Oké, maar wel leuk om jullie ook hier te zien. We gaan het zien wat de eindstand wordt. Ja. Thanks. 18:53, Team Netherlands leading before the last touch. We zijn kapot en ik denk dat ik mijn benen echt wel ga voelen, want ik voel het nu al, maar door het zand. Morgenochtend 9 uur beginnen we met in de badminton waarschijnlijk, dus zin in! Vlog gang, ready voor de halve finale morgen. Oh, ja, best wel ver, maar. Alle wedstrijden gewonnen als team core bij vindt. Team 1, team 1. Voor de win! Team Netherlands, please, if you can clear the court, we're going to get ready to start the semi-final. Thank you. Let's go. Vessel, Andy, Finn, on the male side, yeah. And then Inge, Gail and Kelly on the female side. Big applause for Team Netherlands. And on the other side, Team Germany. Yes, and then please everyone, group photo between both teams, just a quick smile. Yeah. Hoeveel stonden we achter? 10 4 of zo. En 20 en 19 minst. Dus. Zo. Goed, toch nog gewonnen. Ja, we moeten weer, toch weer wennen aan de wind, want elke keer is die anders natuurlijk. Gisteren was die anders, nu net ook weer, dus moet je weer wennen. Maar ja, ondanks dat je 10-4 achter staat, door blijven gaan, want tegenstander kan ook last van de wind krijgen. Ja, zeker. En nu! Oké, jongens! Kelly, Finn, kom erbij. Finn en ik hebben net de triple gewonnen. Toch? We hebben net de triple gewonnen. Ja, jij niet. En we staan nu dan met 60, 50. Zoiets stonden ervoor. En nu is de mix bezig. Ja, dus nog 2 onderdelen en dan gaan we zien wie er wint. Dan gaan we zien wie er naar de finale gaat. Hi! Alles goed? Goed. Long time no see. Long time no see. Ja. Mijn oude teamgenootje bij Amersfoort, hè? Ja. En nu train je of coach je in Hamburg? Ja, mijn Erika. Erika ja, Erik. Neem het aan. Ja, maar wij hebben gisteren ook tegen elkaar gespeeld, hè? Ja. Wat vond je ervan? Wat vind je van de sport? Ik vind het heel leuk. Ja? En dan ja, ik vind veel plezier. En zo leuk de sport. Ja, anders dan. Anders dan normaal bij met al. Ja. Maar wat vind je het leukste aan deze sport? Lekker weer. Lekker weer buiten spelen. Ja. Dat je het overal kan spelen eigenlijk. Ja. En dan kan samen beetje bladen, beetje met muziek. Ja, beetje showen. Ja. Ja, beetje goed voor de sponsor. Aha. Toch? Ja.
I feel also. And Amir Vero also know the badminton. Yeah. How is the badminton? Mm-hmm. Who is the badminton? Yeah. Meer zichtbaarheid voor badminton creëren, yeah. Toch? Ja. Yeah. Oké, okay, dan. Nou, we gaan het zien. Jullie moeten zo nog, of niet? Ja, we gaan play Nederland 2e team. Ja. Tweede team. Tweede team. Hamburg tegen Nederland 2. Tweede team. Ja, nou. Succes! Ja, jullie ook. Succes! Oké, okay, thanks! Doei! Tjus! Naar Arnhem, naar Papendal. En dan zien we iedereen weer. Wanneer is het de volgende? 12 september. 12 september in Utrecht.